Ik vind een uur onder de brandende zon van 40 graden waar machinegeweren tegen je aan worden gehouden, vind ik best wel erg. U was laatst weer goed aan het verbinden, hè, in Israël? Ja, absoluut. Ongecensureerd. Keihard goed bezig. Meneer Kuze, wat was uw doel eigenlijk met die video? Mijn doel was om ervoor te zorgen dat heel veel mensen in Nederland zien wat voor onrechtmatigheden, wat voor ongeregeldheden er plaatsvinden in wat volgens een aantal mensen de enige democratie is in de regio. Maar u bent toch van het verbinden? Ik vond het niet echt verbindend. Nou, dat kan jij vinden, maar heel veel mensen... Vond u het wel verbindend? Ik vond het absoluut verbindend. Dus u vindt eigenlijk dat je zo met mensen om moet gaan? Ik vind dat je heel duidelijk moet laten zien wat er allemaal gebeurt in een land wat door heel veel mensen wordt gezien in Nederland als de enige democratie in de regio. Maar denkt u niet dat de problemen nu alleen maar erger worden als u dit soort acties doet? Nee, dat denk ik niet. Nee, dus mensen worden er vrolijker van? Ik denk niet, dat jij wordt er in ieder geval niet vrolijk van, maar... Waaruit blijkt dat? Nou, dat blijkt... Waarom vindt u dat ik... Mijn houding? Het is, jazeker, dat blijkt uit je houding. U bent toch van het verbinden, waarom doet u dit soort dingen? Heel veel mensen er heel blij mee zijn. U zei ook dat u twee uur, dat u lang had vastgezeten, maar binnen twee uur was u al vrij. Ik zal het sterker maken, binnen een uur was ik al vrij. Binnen een uur? Ja. U zei dat u echt lang vastgehouden bent. Ik vind een uur onder de brandende zon van 40 graden waar machinegeweren tegen je aan worden gehouden, vind ik best wel erg. U gaat er toch zelf naartoe? Jij vindt het prima, toch? U gaat er zelf naartoe, toch? Meneer Kuze, nou ja, meneer Kuze die loopt te klagen over brandende temperaturen en wapens, maar hij gaat er zelf naartoe.